Die heeft eeuwenlang gevaren tussen Utrecht en wijk de Duursteden. Zelfs de takken slaan. Hoort er wel bij, mevrouw. Dus... Hoort erbij. Ja. Varen, ik weet wat het is, maar ik ben er nooit gelukkig van geworden. Mijn eerste grote vaarvakantie was toen ik een jaar of 18 was met de liefde van mijn leven, toen. En wij gingen naar de Kage Plassen. Midden op de Kage Plassen ankerden wij op zo'n hele grote plas. En wij gingen elkaar verkennen. En op dat moment brak er een storm uit en een bliksem die pakte zo de mast. En ja, de boot begon te zinken na 5 minuten. Gelukkig passeerde er een politievaarboot, weet ik hoe die dingen heten, en die redde ons uit het water. En het was ijskoud, hoe warm wij ook waren. Daarna vond ik varen nooit meer leuk. Met varen heb ik dat niet zoveel, maar anderen zien varen, daar heb ik heel veel mee. Ik woonde in Utrecht bij de sluisjes. En als je op een zomerse dag nou heel veel vechten en ruzie wilde zien, dan moest je daar gewoon gaan kijken. Want niemand wist hoe hij zijn boot af moest meren en of links nou voorrang had of rechts. En er zullen wel vaarregels zijn, bedacht ik wel eens. En daar weet jij veel van. Hi, ik ben Henk. Dag, ik ben Koop. Vaarregels bestaan ze echt? Jazeker. Er is een heel reglement, binnenvaartpolitiereglement. En daarin staan de regels waar mensen zich aan moeten houden. En zijn dat er veel of is het gewoon rechts heeft voorrang? Ja, het zijn er veel. Maar het belangrijkste zijn, rechts heeft voorrang. Gelukkig op het water ook. Ja. Het tweede is dat motorboten moeten weer uitwijken voor zeilboten. Als je gewoon hier op de plas gaat. Zeilboten zijn natuurlijk moeilijker manoeuvreerbaar, dus daar hebben ze ook over nagedacht. Maar tankschepen zijn weer moeilijker manoeuvreerbaar dan zeilboten? Grote schepen. Die hebben altijd voorrang op de kleine schepen. Mag je op het water net zo hard varen als je zelf wil? Nee, er zijn echt wel snelheidsbeperkingen. Oh, waarom? Ja, om de oevers niet te beschadigen. Er liggen ook soms woonboten langs de kant of andere boten. Ja, ja. Dus voor de veiligheid is het vooral. En wat is dan zo'n beetje de doorsnee snelheid op, laten we zeggen, zoals daar loopt de vecht, breed? Ja, als het een beetje groot water is, dan is het 1 kilometer of 10 wat je mag varen. En hier staat een bord. Ja? Voor de vecht, 6 km/u. Dit stuk van de vecht mag je 6 km/u varen. Maar dagontheffing snel varen? Ja, dat is op de plassen zelf. Daar mag je waterskiën en met de speedboot varen. Ja, 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 en daar moet je dan wel een speciale vergunning voor hebben. Ja, ja, dat willen ze het liefst een beetje beperken natuurlijk, ook vanwege de veiligheid en de drukte. But ik kan buy me a boat. Ik kan buy me a truck to pull it. Ik kan buy me a Yeti 110 ice down with some silver bullets. Heb je nou op het water hele drukke knooppunten? Ja, er zijn ook heel gevaarlijke knooppunten. Die zitten bijvoorbeeld hier in de buurt bij Nieuwersluis. Als je het Amsterdam-Rijnkanaal moet oversteken, is dat zo'n heel druk punt. Die beroepsvaart gaat met een rotgang door. En als je naar de Vinkveensplassen toe wil, bijvoorbeeld hier vandaan, moet je daar oversteken. Ja, ja, en dan komt er komen allemaal van die boten aan. Die zijn hartstikke groot. Die kunnen ook niet zo makkelijk remmen natuurlijk. Nee, die remmen. En dan moet je tussendoor laveren. Ja, ja, ja. Er is wel een trucje voor. Je moet zorgen dat er links en rechts niks aankomt. Nee, en dan oversteken. Want het is een heel nauw gaatje waar je uitkomt. Dus je hebt ook bijna geen zicht op het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar de truc is, als je dat gaatje uitkomt, ga dan gelijk rechtsaf, vaar een stukje mee met het verkeer. Dan heb je ook zicht of het er ruimte is. Steek dan over en vaar weer met het verkeer aan de andere kant, weer een stukje terug en dan het gaatje in. Nou, dat vind ik best passen. Ja, maar dat is je gezonde verstand gebruiken. Ja. Hi, dames en heren. Het is, nou, eens kijken of het goed gaat. Ja. Nou, dit is ook een beste grote, hoor. Dit is een joekel, zeg. En hij doet ook Le Boot. Ja. Nou, hey. Ja. Ja, dit is. Hebben ze vaker gedaan, hoor. Er zijn veel waterwegen. En je moet natuurlijk wel weten waar je bent en waar je heen wil. Hoe vind je de weg op het water? We hebben daar een paar slimme dingen zijn daarvoor bedacht. 1 is het knooppuntennetwerk voor de sloepen. Dat zijn bordjes met nummers. Die waterkaarten staan die nummers ook. En je kan van nummer naar nummer varen. Kan je niet veel makkelijker dan gewoon via een soort TomTom op je telefoontje? Of is dat er nog niet? Die is er inmiddels ook. Er is een waterkaarten-app. Daar zitten alle waterkaarten van Nederland in. Ja. En daar zit gewoon een stip op. En dat ben jij op die waterkaart. Dus dan weet je ook waar je zit.
En in die waterkaartje app kan je ook al die... Doei doei! Het valt me altijd dat mensen op een boot die zwaaien altijd. Is dat wet, dat hoort, het is niet verplicht, maar het hoort er hoort bij. Het hoort er wel bij, mevrouw. Dus... hoort erbij, ja. Even nog één praktisch ding voor het geval ik ooit... Ik heb een moeizame verhouding met het water, dus ik moet daarover nadenken. Toch het water op wil, mag je er een biertje bij drinken? Je hebt dezelfde regels als op de weg. Dus je mag wel een biertje drinken, maar niet te veel. Niet te veel. Misschien is er wel eentje de waterbob, hè, dat de rest kan drinken en dat je nog een waterbob hebt. Ik moet zeggen, ik leer altijd wat bij in dit programma. De waterbob. Oh, ja. Dankjewel, Co. Klaar gedaan. But it can buy me a boat to float down on the water with a beer. I hear the Powerball Lotto is sitting on $100 million. Well, that'll buy me a brand new rod and reel. And it can buy me a boat. Als gevolg van een zeer traumatisch vaarverleden, ik heb u daarvan op de hoogte gebracht, heb ik dus last van bootangst. Aan de andere kant, je moet proberen je frustraties te overwinnen. En nu ik weet wat alle bootregels zijn en dus precies weet hoe je varen kunt op een zeer veilige manier, ga ik mij wagen aan een pleziertochtje op een boot. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Zo. Hallo, ik ben Eén. Ik ben Heiding, welkom aan boord. Dankjewel. Arie, waar mag je zitten? Ga zitten. Dus onder. Zo, hè? Ik heb lekker weer uitgekozen voor mijn eerste vaartochtje sinds jaren. Koos, dit schip is een kromme reinde, ja. Maar hij is kaarsrecht voor zover ik zie. Ja. Fout gebouwd? Nee, hij is heel erg goed gebouwd juist. Dit is een trekschuit, een authentieke trekschuit die op de Kromme Rijn heeft gevaren. Oh, en daarom heet het een Kromme Rijnder. Ja. En omdat hij op de Kromme Rijn voer, was het dan een apart soort boot? Ja, hij was aangepast aan de breedte van de Kromme Rijn en aan de hoeveelheid kronkels die erin zaten. Oh. Dus hij is korter en smaller dan veel andere van dit soort boten. We hebben hem van oude tekeningen herbouwd. Dit is een boot die heeft eeuwenlang gevaren tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Zelfs de takken slaan. En die vervoerde het fruit, mensen, van alles naar Utrecht en weer terug. Dus dit was een boot die voor de ontwikkeling van dit gebied heel erg belangrijk is geweest. En die bestonden niet meer? Die bestonden niet meer. De laatste, die heeft de grootvader van een kennis van me opgestookt in de open haard. Ah, waarom? Oorlogsjaren. Oh. Dan heb je, en die hebben het koud, honger, winter, denk je? Ja, ja. En waar is nog hout? Oh, ja. De schuit. Ja, de schuit. Dus dan fikken we de schuit maar op. Deze schuit werd vroeger niet aangedreven door een elektromotor, zelfs niet door een dieselmotor, maar door mensen, hè? Door kinderen, of door de vrouw van de schipper, of door paarden. En maar hoe deden die dat dan? Voorin stond een mast. Ja. En bovenin was een touw bevestigd, zeg maar het trektouw. En dat werd naar de wal gevoerd. En de trekkers die stonden op de wal en die trokken de schuit vooruit. Wat je hier achter je ziet is een stuk van het jaagpad zoals dat tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht liep. En daaroverheen ging dus of de schipper of de vrouw of de kinderen die liepen daar met het trektouw. En soms werd er in de mast ook een zeiltje gehesen. Een klein zeiltje als de wind gunstig was en dan kon er ook nog wat windkrachten gebruikt worden. En dat pad, want jij ziet het, maar ik zie het eigenlijk. Ja, het is net bovenop het dijkje. Je ziet het net voor die paaltjes. Net voor die paaltjes. Voor het prikkeldraad, ja. En dan was iemand de stuur om te zorgen dat ja, er werd gewoon gestuurd. Nee, dat hij niet te veel naar de kant ging, dat hij in het midden bleef. Ja. En gaan jullie van tekening zo'n schuit bouwen? Heb je daar ook alle oorspronkelijke materialen voor gebruikt? We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om de oude werkwijze te hanteren. Maar er zit er bijvoorbeeld een elektromotor in, omdat we nou helemaal niet meer een trekschuit als trekschuit gebruiken. Ja, want waar moeten die paarden of mensen die moeten trekken nog lopen? Ja, nee, precies. Het jaagpad is voor het grootste deel weg. Weg? Ja, ja. Arie,
Wat zie ik nou? Nou, het gebied hier achter mij, dat is het gebied richting Leersum. Dat is het Langbroeker weteringgebied. Begin van de 12e eeuw is besloten om daar een wetering te graven. Om het land wat daarachter ligt, de Langbroeker wetering, om dat te ontwateren. En wat is een wetering? Een wetering is een water, okay. Een afwatering. Wat je in het landschap nog herkent, dat is die glooiingen. Dat heeft ook nog te maken met de oude loop van de Kromme Rijn. Dat begrijp ik niet. Door het meanderen werd het zand opgestuwd in de buitenbocht. En de meanderen is dit, hè? Ja. De Kromme Rijn ging ook steeds verder, zeg maar, noordoostwaarts. Maar waarom had die Kromme Rijn de behoefte om zijn loop te veranderen? Nou, de Kromme Rijn zelf, dat is een natuurverschijnsel onder invloed van de draaiing van de aarde. Hè. Ontstaat dat meanderen. Ja, door de draaiing van de aarde gaat dit gebeuren en dan zegt zo'n rivier, als het ware, voor zover een rivier kan praten natuurlijk. Ja. Kom, neem eens een andere loop. Ja. Hartstikke bedankt voor alle geweldige informatie. Ja, en ik moet je zeggen, ik ben eigenlijk helemaal genezen van mijn vaarfrustratie. Hartstikke leuk varen. En ja, ik wil nog wel een stapje verder gaan. Dus mocht u toevallig voor weinig een speedboot in de aanbieding hebben, ik wil hem wel hebben. Voor weinig. Tot volgende week. Dit gaat fout. Ja, dat gaat goed. Gaat goed. Nou, dan naar je toe halen. Nou, en dan moet je een beetje proberen door te steken. Ze zingen. Als muzikus vind je dat toch leuk? Zingende, als en zo kun je testen of ze ver zijn. Ja.